Ja, even in Nederland. Ja, hier met Jut. Maar waar ik het over wil hebben, vrienden. Ja, inderdaad, ook over, vooral over Nederland. Wat we hebben gezien aan de reacties. Heb je dat gelezen allemaal over die stukjes die ik gedaan heb? Over, zeg maar, de boerenopstand of de rol van de politie. En dan moet je kijken wat er allemaal geschreven werd bij mij op die pagina. En daar ben ik gewoon van geschrokken. Ik dacht bij mezelf, wauw, wat is er allemaal aan de hand? Want als je dat leest, dan voel je die woede en die agressie en die frustratie bij de mensen. Die zit zo onpeilbaar diep. Daar heb ik gewoon helemaal geen kijk op. Nee, dat is mij misschien allemaal een beetje ontgaan. Ja, ik heb wel vaak gezegd, ja, mensen zijn klaar met de politiek. Of mensen hebben er genoeg van. Maar zo zit het niet. Het zit veel, veel dieper. En ja, en nou is het maar de vraag of de politiek dat zelf ook een beetje in de gaten heeft. Ja, want ja, zo zit het wel. Kijk, jullie en ik, ja, wij weten het nu. Wij hebben het gezien. Bij mij op de pagina, maar weet de politiek het ook? Want kijk, die politiek heeft nooit geluisterd, goed geluisterd naar die boeren. En daar zit gewoon die enorme woede. Die willen gewoon dat er naar hun geluisterd wordt en dat ze serieus worden genomen in het gesprek. En dat moet de politiek heel gauw gaan doen. Ja, ja. Want anders gaan er maandag verschrikkelijke ongelukken gebeuren. Dan wordt het een enorme puinhoop in Nederland. Ja, en daarom denk ik bij mezelf, beseft de politiek wel hoe diep die woede zit bij de mensen, maar niet alleen bij de boeren. Want het is eigenlijk ook nog eens een keer een beetje een volksopstand. Want ook bij de burger leeft die woede. Die zijn ook... Ja, want die hebben het gevoel van die politici, die doen allemaal hun eigen agenda en die doen niet precies wat wij willen. Dus ja, en die twee bij elkaar opgeteld. Die burger, die denkt van ze doen maar wat in Den Haag en die boeren die denken ze luisteren niet. Ja, en als dat allemaal samenkomt maandag, ja, dan krijg je een hele vervelende cocktail. Dat heet dan de perfecte storm en dan, ja, dan wordt het een enorme chaos maandag. Een puinhoop in Nederland. Ja, daarom, vrienden in Den Haag, steek de hand toe. Steek de hand toe naar die boeren. Ga met ze in gesprek. En haal die verschrikkelijke woede uit de lucht.